Welk team boekte de meeste tijdwinst ten opzichte van 2022 en waarom was Max Verstappen niet helemaal tevreden over de RB19? Mijn naam is Joris Mosserdijk en in deze nieuwe video van Racing News 365 ga je daar pijls snel achter komen. Max Verstappen en Fernando Alonso kunnen goed met elkaar overweg. Maar op een jaartje na bij Torre Rosso konden de twee op de baan nooit echt met elkaar strijden. Nu is Verstappen bezig met het winnen van zijn derde wereldtitel. Terwijl Fernando Alonso de laatste jaren eigenlijk veldvulling was in het middenveld. Maar dat is nu al anders. Aston Martin heeft een dijk van een auto gebouwd. En volgens verhalen zou de AMR23 van Aston Martin al beter zijn... dan de RB18 van Red Bull van vorig jaar. En Max Verstappen geeft ook aan in gesprek met onder meer Racing News 365... dat hij vurig hoopt dat hij de strijd aan kan gaan... met mede tweevoudig wereldkampioen Alonso. Ik hoop dat Fernando dit jaar mee kan strijden om de wereldtitel... Hij heeft namelijk een aantal jaren achter de rug waarin hij niet mee kon strijden voor aan het veld. Dus ik ben blij hem in race 1 naast mij te zien staan. Perez die grapte achteraf al tijdens de persconferentie dat er drie Red Bulls op het podium stonden. Maar een serieuze noot is dat Verstappen oprecht vindt dat het team van de Spanjaard Aston Martin ontzettend veel en vooral goed werk heeft verricht. Eerder heb ik het al gezegd, maar Aston Martin heeft de spirit en de drive. Ze willen winnen en hebben veel goede mensen aangenomen. Het kan alleen nog maar beter worden voor hen. Het is lastig om te zeggen of ze dit jaar al mee gaan strijden voor de titel. Maar ze hebben zeker kans op overwinningen. Ik heb mezelf wel eens in dezelfde positie bevonden. De ene race win je 20 à 40 seconden achter de winnaar. Maar alsnog kan je 2 à 3 races winnen. Want sommige circuits passen heel goed bij je auto. En dan komt alles samen. Dan kan je met wat geluk of hulp soms een race winnen. En wat ik jij? Is Fernando Alonso op zijn 41ste nog steeds kampioenschapsmateriaal? Of was het misschien een korte opleving van de Aston Martin? Drop het even beneden in de comments. En daar hebben we ze weer. Het team van Lawrence Troll Aston Martin. Ze waren ontzettend goed tijdens de openingsrace. Maar niet alleen dan, maar ook als je de cijfers erbij gaat pakken... van de kwalificatietijden van Bahrein 2022... dan springt Aston Martin er met kop en schouders bovenuit. Aston Martin heeft een gigantische sprong gemaakt dit jaar. Het team van Alonso en Lance Troll won bijna 2,5 seconden aan rondetijd... wat in de Formule 1 ongekend veel is... Ook Williams en Red Bull zijn de grote winnaars als we kijken naar gewonnen tijd in de kwalificatie, vergelijkend 2023 met 2022. Alfa Romeo en Alfa Tauri hebben het op de zaterdag net wat minder goed voor elkaar. De teams vonden respectievelijk twee tiende en één tiende aan ronde tijd, waardoor ze in dit lijstje onderaan terug te vinden zijn. En Max Verstappen won dan wel de race, de Grand Prix van Bahrein met ruime voorsprong, 12 seconden op teamgenoot Perez, 38 seconden op nummer 3 Fernando Alonso. Het schijnt zelfs zo te zijn dat de motoren een beetje zijn teruggeschroefd om die te sparen. Toch was Max Verstappen niet helemaal tevreden over de RB19 en hij wil dan ook dat zijn team hard gaat werken voordat de volgende race in Saoedi-Arabië weer op de planning staat. De balans was veel beter in de race. In de long run heb je echter altijd een andere auto en hoef je nooit tot de limiet te pushen. Dat was dus sowieso een kleiner probleem dan aan het begin van het weekend, toen ik niet helemaal blij was. Toch denk ik dat er een aantal dingen zijn waar we naartoe moeten kijken, concludeert de kampioenschapsleider. Voor nu zijn we blij met de overwinning, maar zodra we weer terug zijn, moeten we daar bovenop zitten voordat we de reis naar Saoedi-Arabië maken. En tot zover deze video. Je volgt ons misschien al op Facebook, YouTube en Instagram. Maar sinds kort hebben we ook TikTok. Daar zijn we vrij actief mee. Dus vergeet ons daar ook niet te volgen. En dan volg je ook altijd het allerlaatste nieuws. Voor nu bedankt voor het kijken. Een like op deze video zou ik erg waarderen. En wij zijn natuurlijk morgen gewoon we weer bij je terug.